Hoi iedereen, ik ben Eline van Eline94 en ik heb een keer even een ander perspectief. Hallo! Voelt heel raar dit. Het zit ook heel oncomfortabel, want ik film met gewoon een spiegelreflexcamera en een statief. En ja, mijn standaard, zeg maar, waarmee ik dit kan doen. Wee! Die zit echt tegen mijn bureau aan. Ik heb een portemonnee hier. Ik heb vandaag een nieuwe cashstuffing video voor jullie. Ik ga beginnen met het boodschappengeld. Het is een puinhoop, jongens. Het is een puinhoop. Ja, volgens mij heb ik niet gepind. Ja, ik heb wel gepind, dat is het hele probleem. Ik heb te veel gepind. Deze is op. Boodschappies. Wee! Yep. Oh, dit is helemaal niet goed voor mijn rug. Zo zitten. En staat geld. Wat flessen ingeleverd. Ik heb een speakbriefje voor mezelf gemaakt. Ik heb namelijk ook het noodpotje nodig gehad. Dus dit gaat er ook even uit. Even drie stapel. Oh. Gelukkig had ik het opgeschreven. Auw, mijn oren. Even drie stapeltjes maken. Waar heb ik deze gisteren al liggen? Bonjour. Een beetje, het licht is best irritant. Want ik heb mijn luifel, zeg maar, voor je dat? Mijn raamdecoratie omlaag. Ja, ik heb een noodpotje nodig gehad. Het enige wat ik kan aankruisen is 2 euro. Dus dat... Oh, dan kan ik helemaal niet bij mijn pennetjes. Zo. Dat ga ik dan ook maar doen. Het wordt weer langzaam gaan sparen dan. Beetje een buffertje opbouwen. Maar deze 2 euro gaat terug. En de... Trekker gaat ook terug. Dan kan deze weer in het portemonneetje. Ik zit ineens te denken, volgens mij heb ik ook nog niet mijn nieuwe week. Week 4. Ik had daar deze teruggevonden. Toch altijd leuk. Even kijken. Het noodding zat volgens mij hier ergens. Ja, ik moet het even op mijn been doen achter jullie. Want anders dan gaat het helemaal mis. Het is allemaal klein fut. Waar komt dit nou weer uit? Oh, uit gewoon mijn gewone ding. Heb ik nog ergens iets waarmee ik geld kan wisselen? Vast niet. Twee, vier, zes, acht, tien, dat is een euro. Deze liggen in mijn 5 centen mapje. Ik moet eigenlijk vandaag nog even naar de winkel, want heb ik geen drink meer. 2,50 stop ik in mijn boodschappenmapje. Oh, ik heb hier nog een 5 centje. Die is wel echt smerig. Ja, ik had dus 5,45 euro statiegeld. Die 5 euro gaat in de overblijvers. En ik heb een nieuwe kleingeldtrekker, maar ik weet nog niet waarin ik dat ga stoppen, dat kleingeld. En ik tril een beetje. Ik aan mijn been. En het is dus nu weer hartstikke onscherp. Kunnen jullie iets lezen? Dat komt dus gewoon omdat hij anders helemaal zo moet staan. Maar dat, ja, dat gaat niet. Dag Annie. Waar ga ik dat kleingeld in doen? In de envelopje doe, dan zakt dat meteen uit. Ik doe het denk ik wel hier even in. Ik sta nou toch de hele tijd te staan. En dit is ook roze, is een goede reminder. Eventjes denken. Nou, jullie zien zo toch helemaal niks. Sorry als ik boos overkom. Ik word er ook een beetje boos van. Dan moet ik het echt zo gaan vasthouden. Dat werkt ook niet. 2, 4, 6, 8, 1 euro en 10 cent. Ja, jullie zien helemaal niks. Oké, ik heb wel geleerd. Ik doe dit nou eenmalig. Dat komt ook misschien door het lichtinval. Het feit dat jullie zo helemaal niks zien, dat maakt alleen maar, zorgt er alleen maar voor dat niemand verder gaat kijken. Want ik kan nu en niet werken en jullie zien niks. Zie je zo iets beter? Ik zet even... Oeh. Ja, hij moet iets hoger staan eigenlijk, hè? Die kan terug hierin. Nog steeds niet comfortabel voor mij voor hoe ik zit. Ik zat er ook allemaal naast te gooien. Boodschappengeld dat we van deze week soort van over hebben.
Ik weet het niet, jongens. Van de ene kant denk ik, dit werkt niet. Want ik neem het dus niet mee. Maar ik neem het dus bewust niet mee. Alleen ik heb nog een best wel flinke schuld al bij mezelf staan. Dus moeilijk. Even kijken. Ik moest nog iets wisselen. De hamster challenge. Want dit is ook 5 euro. Kijk, en ik dacht als ik nou 5 euro voor de overblijvers doe. En 5 euro naar de Albert Heijn cadeaukaart. En 5 euro meeneem in mijn boodschappenportemonneetje. Dan heb ik deze week 10 euro voor overblijvers. Ja, ik kan mezelf verder niet echt gaan terugbetalen dan nou met dit geld. Maar ja, anders dan blijven die andere dingen ook liggen. Vorige week had ik ook niks naar die Albert Heijn kaart gedaan. En ik dacht, dan doe ik nu of Albert Heijn of Jumbo. Ik heb in ieder geval nu 20 euro in de Albert Heijn zitten. Wel allemaal in briefjes van 5. Dus dat zou wel weer mooi zijn om dat dan te kunnen wisselen. Volgens mij heb ik dus gisteren, dat is weer een dag te vroeg, mijn boodschap geldt over met een derde, denk ik nou nog 30 euro van op de rekening. We hebben komende week vakantie. We zijn binnenkort. We hebben ons anniversary. Het zijn allemaal dingen die toch wel weer wat geld gaan kosten, vrees ik. Maar ja. Even kijken. Boodschappen kan beter hier vooruit. Nee, er staat hier. Boodschap moet hier. Is dit alweer gedaan? Ik zit echt te ver van het bureau af. Ik krijg echt heel veel last van mijn rug. Ik heb mijn geld al, wat ik heb gepind, al apart gelegd. Dus daar hebben jullie niet zo heel veel aan. Ja, ik laat deze 5 euro denk ik toch hierin zitten. Maar ik heb dus in ieder geval 5 euro in mijn portemonnee. En ik heb 5... 10, 15, 20, 25. En dan gaan we dingen veranderen. Want we gaan gewoon beginnen met de zomerchallenge. Want ik merk gewoon, een aantal challenges komen nu gewoon heel dichtbij die eigenlijk een beetje meer aandacht verdienen. En ik heb besloten dat ik deze er even uit ga halen. En met even bedoel ik gewoon, ik ga geen zomerchallenge meer doen. Ik had hier eigenlijk nog achter een andere zomerchallenge. Ik ga er wel 15 euro in stoppen. Even kijken of dit dadelijk klopt. Zo, daar 25 euro moeten hebben. 5 en 10. Maar ik had daarna nog deze. Allemaal 5 euro'tjes. Ga ik niet doen. Dus deze gaat naar mijn voorraad, challenge, whatever. Oké, okay, klopt dit? 10, 20, 25. Dan even kijken wat ik hiermee ga doen. Stop ik nu even in mijn finish challenges mapje. Kijk, ik ga hem wel gewoon afmaken natuurlijk. Alleen, ik ben wel even klaar met die zomer challenges. Deze ga ik trouwens ook doorgeven aan iemand anders. Ik heb nu echt best wel veel dingen met seizoenen en zo. En ik besluit gewoon, it's okay. Misschien dat ik deze niet eens dan voor de zomer, maar bijvoorbeeld voor vakantie nog wil gaan gebruiken. Maar nu gaat hij even naar mijn challenges. In de maand augustus komt wel gewoon 5 euro. Een zonnebril is 2. Ben ik in beeld? Nee. En de koffer is 2. Dus dan samen 4. Sorry, doe het even niet netjes. Even niet heel veel aandacht op dit moment voor. En de duikbril is 1. Wee. Dus we hebben nu nog 2 weken augustus. Dus dan heb ik, dit is 3, dit is 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29. Oeh, in 2 weken tijd 20 euro is 10 euro per week. Nou ja, ik hoef geen 5 euro meer
in die andere chest stoppen. Oh, misschien moet ik er wel 5 euro in doen dan. Alleen, ik heb nog meer augustus challenges hierin zitten. Nou, dat gaat niet lukken. Ik zit nou 10 euro in. Ik zei dat, ja, ik moet nog 20, dat klopt dan. Eens even kijken. Ja, deze ga ik er ook even uithalen. Want wat ik al zeg, ik heb zoveel challenges die ik leuk vind, die ik wil doen. Maar er moet nu gewoon wat dingen moeten even extra aandacht krijgen. En, oh, ik gooi meteen op de grond. En dat betekent gewoon eigenlijk dat die beter naar andere challenges kunnen. Ik heb 3. Zo. Finish challenges. Zo. Die kunnen weg. Als in weggelegd worden. Oké, ik heb dus nog 5 euro en de finish challenge over. Ik denk... Oh, Disney wil ik heel graag, maar dat moet ik eigenlijk niet doen. Ik moet naar challenges die echt meer aandacht verdienen. En één daarvan is gewoon echt Sinterklaas, maar dat ga ik niet doen. Andere is echt Duitsland. Ga ik nou ook niet doen. Jongens, ik moet gewoon morgen weer naar het ziekenhuis. En ik ben er gewoon een beetje voor. En dan merk ik dat ik weer geld wil gaan uitgeven. Ik ga wel even kijken, wat was het bedrag nou? Want ik heb geen andere challenge die nou meteen vol zit. Nou, het gaat lekker maar niet heus. Dit was 25. 10, 20. Ik heb eigenlijk 30 euro. Kijk, ik heb 60 euro nul tekort voor de maand augustus. Was de lastenmap. Ik had kleding. Een IOU van 10 euro. Dan kan die IOU eruit. Dan doe ik hier even. Oké, dit bloemetje is 10. Lekker in het midden ook. Kan in ieder geval die IOU eruit. En ik moet eigenlijk die vakantie echt gaan stuffen. Maar dan heb ik het vakantiespel. Ook, ja, maar ik ga niet... Oh, mijn hersenspinsels. Ik heb nu 20. Ik wou zeggen, dan kan ik de... Het spelletje. Met de 1D20. Weet je wat ik ga doen? Ik ga met zowel de 1D10 als de... Oh, alles valt hier. Kijk, en dat krijg je als ik anders moet filmen. Nee, grapje. 10 en 6. 20 moet even uit. 7 en 3. 7 is spelletjes. En 3 is parfum. Nou, dan wil ik niet die parfum. En dat is niet omdat ik... Kijk, ik heb genoeg parfum. En ik vind niet dat dat prioriteit heeft. Dus ik ga eerst even naar spelletjesmap. Ja, die 20, kijk, deze bedoelde ik. Maar dat ga ik niet doen, want dan heb ik kans dat ik alles meteen op heb. Deze klopte niet. Hoeveel zit hierin? En hoeveel moet er dan bij? Wat dat ik zeg. We hebben hier... Ik heb 4 vijfjes, dat is 20. 6 en 6 is 12. Plus 6 is 18, denk ik. En ik heb 17. Ze zou er een euro in moeten, die haal ik even uit mijn portemonnee. Hallo Arren. En dan kleur ik die wel... Nee, die kleur ik dan niet in. Dan heeft helemaal geen nut. Maar dan klopt die wel. Nog niks met die spelletjes gedaan. Hallo. Je moet hier. Oh ja, wat ik wou doen is dan wil ik hier een 5 euro in stoppen. Ja, ik snap mezelf alweer. Dan kan dit naar mijn portemonnee. Dus dan stop ik er eigenlijk 3 euro in. Dat is denk ik wat ik wou. 2 euro. Niet gedobbeld. Maar dat maakt niet uit. Zal ik dan hier ook geld in doen? Dat daar ook een 5 in zit. Dat ik dit dan gewoon doe in plaats van mijn spelletje. Van deze 4 euro eruit. Moet er 1 euro aangekruist worden. En dat kan natuurlijk niet. Als ik er 2 euro uithaal en er 5 euro instop, dan moet er 3 aangekruist worden. Dan doe ik dat wel. Die in mijn portemonnee er dadelijk weer bij. Moet er 3. Zeg ik dat? Ja. 3 moet aangekruist worden.
En dan heb ik nu nog 10 euro over. Deze heel snel wegstoppen. Even kijken. Wat wil ik? Kijk, ik kan die 10 euro in zin stoppen en me dan daar niet meer druk om moeten maken. Maar wil ik dat wel? Want op zich heeft dat niet de prioriteit op dit moment. Duitsland daarentegen wel. Weet je wat, ik stop 5 euro in Duitsland. Hallo, Duitsland? Nou ja, zeg. Kijk, want self-care heeft eigenlijk ook aandacht nodig. Maar daar moet ik eigenlijk vandaag voor halen. Dus ik denk dat ik in plaats van 5 euro in self-care te stoppen, ik dit meeneem om dadelijk te kopen. En dan stop ik 5 euro in Duitsland. Dat kan binnenkort ook even gewisseld worden. En voor mijn gevoel klopt er echt weer helemaal niks van. Maar het zal wel. Even kijken. Dan hebben we dus 2, 4, 6, 8, 9 euro deze week persoonlijk. En van die 5 euro ga ik dadelijk meteen iets halen wat met selfcare te maken heeft. Hiervan kan ik dadelijk in ieder geval wat te drinken halen. Ik heb in ieder geval die IOU voor de kleding, die heb ik in ieder geval recht getrokken. Dan heb ik toch vandaag iets gedaan. Misschien dat ik daarvoor weer staatsschuldflessen ga inleveren. Ik weet het niet. Het is een beetje lastig, want we hebben dus de komende week hebben wij vakantie. Als jullie dit zien, heb ik denk ik de eerste week van de vakantie er al op zitten. Dan hebben we, kijk, ik kom morgen, op het moment dat ik dit film, dus op vrijdag moet ik naar het ziekenhuis voor mijn uitslagen. Zaterdag hebben we D&D. Dus het is een beetje een puinhoop in mijn hoofd. En ik weet gewoon, dat gaat gewoon allemaal geld kosten. En volgende week is dat goed de laatste week voor van de maand. Als in financiële maand. En op maandag krijg ik mijn geld. Dus ik moet even kijken wanneer ik ga opnemen. Ik heb sowieso nog best wel veel video's die ik ondertussen kan editen. Dus dat is wel fijn. En mijn diamond painting is af. Ik laat het ook voor me bezig zijn geweest. Zal ik hier ergens een foto van plaatsen als je dat leuk vindt, interessant vindt, whatever. Maar nu ben ik al een beetje klaar mee. Ik merk gewoon, ik zit een beetje vol en alles. Ik ben best wel gespannen. Voor morgen. Het helpt wel om die dingen op te schrijven voor mezelf. Maar ik kwam er gewoon met het schrijven ook al niet uit. En daarin merk ik dan ook wel weer dat het allemaal niet zo makkelijk is. Wat vonden jullie van dit zeer onhandige perspectief? Ik heb last van mijn rug. Let me know. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Bye!